zijn erop uitgetrokken naar het noorden van Nederland, naar de provincie Drenthe. Het land van de stilte, van de bossen met zijn dieren en het land van de prehistorie. Niet alleen prehistorie, want achter mij staat een woning, een plaggenhut uit een tijd vol met armoede. Die tijd ligt nog niet eens zo gek ver achter ons, dat is maar 50 jaar geleden. En nu zijn deze woningen alleen nog maar te vinden in het Openluchtmuseum in Schoonoord. Onze gasten vandaag zijn aan de ene kant Ingrid van Grieken, studenten biologie, vijfdejaars. Mm-hmm. Hoe ver ben je? Ik doe overmorgen mijn kandidaat. Dat is een spannende tijd. Mm-hmm. Aan de andere kant staat Eddy Oederijsing Varma, student geschiedenis in Rotterdam. Bijna afgestudeerd. Wat ga je doen als je klaar bent? Als ik afgestudeerd ben, word ik waarschijnlijk leraar bij het middelbaar onderwijs in Suriname. Juist. Wij gaan met z'n drieën de Hondsrugroute rijden, een route van de ANWB. En dat doen we dan aan de hand van deze kaart. De route is 125 kilometer lang. En de naam, de Hondsrug, is afkomstig van een heuvelrug die zich uitstrekt tussen Groningen, de stad Groningen, en de stad Emmen hier in het zuiden van Drenthe. Hier zijn we op dit moment in Schoonoord en we gaan de route rijden door bossen langs een heleboel leuke Drentse plaatsjes met veel brinken. En onderweg zullen we natuurlijk overal hunebedden tegenkomen en we gaan dan zo weer terug naar ons uitgangspunt Schoonoord. Er zijn een heleboel kronkelige weggetjes in Drenthe en de kaart is misschien niet voldoende. Daarom staan er langs de weg een heleboel van deze borden die wij dan vast wel zullen tegenkomen. We zijn hier op een klein stukje heideveld, een overblijfsel van het vroegere grote Ellersveld. Het Ellersveld, waar vroeger een geheel Midden-Drenthe eigenlijk bedekte. Deze heidevlakte is genoemd naar de legendarische reuzen Ellert en Brammert. Twee legendefiguren, welke nogal een grote rol hebben gespeeld hier in Midden-Drenthe, vooral wat de misdadigheid betreft. Er wordt van hun verhaald dat ze woonden op de Brammershoop, dat is hier niet zo heel ver vandaan, en dat ze van daaruit de boeren overvielen die met koopwaar over de Heerweg, welke van Coevorden naar Groningen liep, dat ze deze mensen gingen overvallen en dan van hun waren beroofden. Uiteindelijk is het niet zo best met hen afgelopen. Het verhaal wil namelijk dat ze in het laatst zo driest werden dat ze een meisje roofden, ook al om meer gezelligheid in de hut te hebben. En dit meisje is een helaas noodlottig geworden. Waarschijnlijk heeft het enkele jaren geduurd en de meisje zon natuurlijk ook al om weer te ontvluchten. En haar kans kreeg ze op een goede keer toen ze een van de heren moest scheren. Waarschijnlijk ook al met een groot scheermes. En toen ze de gelegenheid zich voordeed, hield ze het mes op de verkeerde plek natuurlijk door de keel. Dit is vrij zeker het eind geweest. Het eind weten we eigenlijk verder niet. Waar de een gebleven is, dat weten we nu wel, waar de ander toen gebleven is, die heeft zich waarschijnlijk hier toen ook niet meer thuis gevoeld. En het verhaal is hier eigenlijk mee uitgegaan. Dit is dan het verhaaltje van Ellert en Brammert, zo heel in het kort gezegd. En daar staan ze dan, de afschrikwekkende heren, waarover de heer Lohman van het Openluchtmuseum vertelde. Hoe het ook zij, Drenthe is weer veilig en we kunnen in alle rust aan de Hondsrugroute beginnen. Die vredige rust van het Drentse landschap wordt deels veroorzaakt door de aanwezigheid van de vele prachtige bomen die soms alleen, soms in groepen het landschap beheersen. En nu en dan verschijnt er dan tussen de bomen of de struiken zo'n wonderlijk bouwwerk, een hunebed, waarover straks wat meer bijzonderheden. Hunebedden vind je in Drenthe overal. Niet alleen tussen de bomen, ook tussen de huizen.
Behalve de hunebedden zijn ook de brinken karakteristiek voor deze provincie. Maar het was wat moeilijk om erachter te komen wat zo'n brink eigenlijk te betekenen heeft. Weet u wat een brink is? Een brink? Ja. Geen flauw idee. Brink, nee. Door een brink, nog in. Ja, dat kan ik ook niet vertellen. Waarom of zo'n brink er is, dat is van vroeger. Hè? Dat is, die brink ligt er van vroeger nog zo. Is dat van vroeger? Vroeger, ja. Dit is hier het centrum van het dorp. Er zijn wat meer brinken. Als u tenminste in Eeks geweest hebt, ja. Er zijn meer van die brinken. Hè? Centrum, ja. Maar meer kan ik u van brinken hier niet vertellen, hoor. Dan moet ik ben oud Eeks geweest, die weet er meer van. Want ik kom uit de Veenklonies, dat ik kan er niet zoveel van vertellen. Kunt u zeggen wat er, dat plein met die bomen, wat is dat? Nou, dat is een brink. Dat is een nog van de boermarkt. Brink? Ja. Hierdoor. Ja, wat is dat? Wat is dat? Nou, gras met bomen erop. Dat is een brink. Gras met bomen, waaromheen boerderijen. Dat is een brink. En het stukje grond is het gezamenlijk eigendom van alle boeren die verenigd zijn in de boerenmarkt. Oorspronkelijk was er altijd een brandkuil of brandvijver op de brink, zodat boerderijbranden bestreden konden worden. En weer die prachtige bomen, soms in natuurlijke, soms in gecultiveerde vormen. Plotseling lijkt de rust verstoord te worden door de moderne woningbouw in het dynamische streekcentrum Emmen. Maar toch kunnen de Drentenaren het niet over hun hart verkrijgen om de bossen en de bomen te laten verdwijnen. Want in de Emmerdennen, een in heel Nederland beroemde woonwijk bij Emmen, staan de moderne huizen tussen de oude bomen. Mooi en praktisch aangelegd. En het woont hier prettig. Landelijk, ruim, contact met het bos, bijzonder mooi wonen. Veel ruimte voor de kinderen. Ontzettend veel en veilig. Geen auto's op het woonerf hier. Geen auto's. De auto's blijven dus op het pleintje en iedereen moet zijn auto achterlaten en naar huis lopen. Ook wel eens een nadeel natuurlijk, als je een zware vracht hebt. Maar het is nooit ver. Maar het is niet ver, nee. Dus wel veilig. Wat is dat voor een hond? Dat is een Drentse patrijshond. Dat is een met officiële stamboom. Toevallig is die ook nog 3 maal kampioen op een veldwedstrijd. Wordt gebruikt als jachthond. En het heeft een hele goedaardig karakter. Een paar keer een uur gehaald op een tentoonstelling. Dus ook wat exterieur betreft is die goed bevonden. En hier nog een paar echte hondsruggen. Je zou haast zeggen dat voor hen een auto iets bijzonders is langs deze stille wegen. De achtkantige grondzeiler Albertina bij Noordsleen, een molen uit 1906. Maar molens vind je in Nederland nu eenmaal overal. Hunebedden vind je alleen in Drenthe, 53 stuks. En ook nog eentje in de provincie Groningen. Maar we zijn in Drenthe en terug op ons uitgangspunt. Brood en vlees geserveerd op een Drentse broodplank en aangevuld met koffie en een sterk drankje. Best iets naar onze gading. Het heet dan ook Allemansgading. Vlak in de buurt van Borger hebben we een van de grootste hunebedden gevonden die er in Drenthe zijn. Hij is 20 tot 25 meter lang. Eddie, jij studeert geschiedenis. Jij kan er wat over vertellen. Laten we er even omheen lopen. Wat is het volk geweest die deze merkwaardige bouwsels
hebben gemaakt. Dat is een volk geweest dat zich omstreeks 2500 voor Christus uit het oosten hier in Drenthe en omstreken vestigde. Ze hebben deze monumenten gebouwd. Ze zijn bedoeld als graven. Hier hebben ze vroeger hun doden bijgelegd. Er zijn twee soorten van deze graven. Je hebt langgraven waarin verscheidene doden zijn bijgelegd en steenkisten voor een individuele begrafenis. Dit is een langgraf? Dit is namelijk een langgraf, ja. Hebben ze er altijd zo uitgezien? Nee, ze hebben vroeger, toen ze zijn gebouwd, zagen ze niet zo uitgezien. Het is namelijk zo dat die gaten die wij hier tussen de stenen zien, dat die vroeger opgevuld waren en helemaal dicht. En dat het hunebed op zichzelf bedekt was met plaggen en zand. Alleen de opening, de ingang, die was dus zichtbaar. En dat is later allemaal door de wind is dat weggewaaid? Ja, door wind, door een storm, noem. Heel wat factoren zijn erop te noemen die dat alles hebben veroorzaakt. Nou is er altijd een grote vraag, hoe hebben de mensen van die periode het voor elkaar gekregen om die grote stenen bovenop elkaar te zetten? Er zijn namelijk twee theorieën hiervoor. De ene kan je in bijna alle boeken over de hunebedbouwers vinden. Ze hebben namelijk de stenen met behulp van boomstammetjes langs aardewallen, die vroeger deel uitmaakten van het graf, omhoog gekregen. Ja. En de tweede theorie is van de heer Tjerk Vermaning. Dat is een amateur archeoloog. Ja, dat is een amateur archeoloog in Drenthe. Hij huldigt namelijk de theorie dat de bewoners eerst een gat hebben gegraven op een heuvel, zowat een meter diep, en dan eerst de draagstenen erin hebben gegooid en daarop die grote dekstenen. Het zand hebben ze dan vervolgens weggegraven. Tjerk Vermaning woont op een woonschip in de buurt van Assen. Hij heeft dat schip ingericht als museumschip en hij laat daar alles zien wat hij als archeoloog heeft gevonden. Je kunt hem nauwelijks meer een amateur noemen. Hij weet alles over de oude steentijden, periode die ver voor die van de hunebedbouwers liggen. Daar is een vuistbijl was er gevonden in Wijnjeterp in de provincie Friesland, een klein dorpje. En deze vuistbijl die was gevonden door een amateur archeoloog, namelijk ook een verzamelaar, wijlende heer Hein van der Vliet. Die vond die vuistbijl. En deze vuistbijl, dat was het eerste unieke stuk uit die oude steentijd dat hier in Noord-Nederland aan het licht kwam. Hebt u zo'n vuistbijl hier bij de hand? Jazeker. Ik heb hier namelijk een vuistbijl die niet door mijzelf is gevonden, maar die door mijn vrouw is gevonden. Dit is een vuistbijl die wij in de wetenschap dus een driehoek noemen. Deze driehoekige vuistbijlen, of overeenkomstige typen, die worden ook in Frankrijk gevonden in de buurt van Lemicoq. Deze vuistbijl is gevonden door uw vrouw? Deze is door mijn vrouw gevonden. Mag ik even aan haar vragen, hoe was dat? Wat was dat voor een ervaring? Nou, dat was geweldig, meneer. Toen kon ik pas begrijpen, toen mijn man de eerste vondsten deed, wat hij voelde. Hij zei, ik heb een vreugdetraan geschreid. Nou, ik was niet minder. Echt niet hoor. Serieus. Want als je zoiets vindt, nou dan mag je wel zeggen dat je een echte zoeker bent hoor. Verscheidene die mij er echt om benijden als je zo'n vuistbel vindt. Serieus waar. Meneer Vermaning, u hebt de geschiedenis teruggebracht in de tijd. Hè? Ja, inderdaad. De Fonds van Hoge Smilde, die ik in 1965 deed, die heeft een ouderdom van 80.000 jaar. Het begin van de Wurenmajesteit. En dat betekent voor Nederland een terugbrenging van 65.000 jaar geschiedenis. De fonds die ik in 1967 deed, in de buurt van Heiken, dat zijn Palestijnse bloedverwanten geweest, die uit Palestina afkomstig waren. En die dus via de Balkan, Klein-Azië dus, Bosnië, Servië, door Bohemen en Moravië rond de Alpen zijn getrokken, dwars door Midden-Duitsland en in het eind van het Midden-Interglaciaal hebben ze de noordvlakte van Nederland bereikt. Dat betekent voor de geschiedenis nog weer eens een terugbrenging met 15.000 jaar. Dus in totaal 80.000 jaar voor de beide cultuurgroepen. Weet u wat de oudste vondst ter wereld is? Ja, wat tot nu toe bekend is, wil u zeggen. Kijk eens, er kunnen natuurlijk altijd mogelijkheden bestaan dat er een of andere keer nog weer eens
een helder licht wordt geworpen op nog oudere vondsten. Maar de oudste vondsten die tot nu toe bekend zijn, dat zijn de klovers van Olduvai in Oost-Afrika. Die zijn ontdekt door dokter Leakey met zijn vrouw Marie. Die hebben daar de Gynanthropus en de Homo habilis ontdekt, de alleroudste overgangsvormen van de dier naar de mens. En men heeft daar vondsten gedaan, de klovers van Olduvai, met ouderdommen van 1800.000 jaar tot en met de 2 miljoen jaar geleden. Waarom, Eddie, hebben ze deze bouwsels zo enorm groot gemaakt? Er zijn verschillende oorzaken. In de eerste plaats denk ik aan het feit dat de stenen hier lagen. Die zijn achtergelaten door de gletsjers. In de tweede plaats denk ik aan contact met volken, tijdgenoten, in Spanje, Noord-Frankrijk. En in de derde plaats denk ik aan het geloof van de hunebedbouwers in het voortbestaan na de dood. En hoe kwam dat tot uiting? Er zijn aanwijzingen voor dat er een uitgebreide begrafenisrituelen hebben plaatsgehad bij het bijleggen van de doden. En ook werden aan de doden bijgaven meegegeven, zoals wapens, sieraden, voedsel in kruiken, in aarden kruiken. Voedsel? Ja, ook voedsel in aarden kruiken, want dat hadden de doden misschien dan namelijk nodig in het hiernamaals. Ja. Over de naam Hunebed, daar heerst ook nog alles verwarring over. Ja, daar heerst namelijk verwarring over. Men denkt vaak aan de hunnen, maar dat is niet zo. De naam Hunebed is afkomstig van de bijgelovige boeren hier in de streek die deze grote stenen monumenten toeschreven aan de hunen of reuzen uit de Germaanse mythologie. Dus de naam Hunebed is eigenlijk niet juist? Nee, die is namelijk niet juist. Maar het is zo'n algemeen begrip geworden dat dat zo gebleven is. En men noemt de mensen dan ook hunebedbouwers. Wanneer was dat? Dat was 2500 voor Christus, voor onze jaartelling. Op de Brink in Zuidlaren. Daar kun je niets anders doen dan Zuidlaarder bollen eten. Alle kant op aan. Op aan, vlot. Op aan, Tino, al die gidsen zijn op. Alles op dan. Hier, deze. Hier. Deze nu. Drie op die. Drie op dan. Hier. Kom deze. Drie weg dan. Dat is braaf. Ze zeggen wel eens, meneer Steenbergen, dat schapen huilen. Is dat zo? Nou, nee. Dat is niet zo. Sprookje. Dat is een sprookje. Ik heb er nog nooit in het huilen. Nee. Dat is wel zo, ze geven direct wel antwoord. Dat je nou s'morgens bij de kooi komt en we stappen af. En ik stap af. Dan kun je er vast en zeker op rekenen. Dan begonnen ze te bladen. En als u eraf stapt, doen ze het niet. Als ze huren gewoon aan het afstappen, huren ze wel wie het is. Ook mijn plaatsvervanger, die er ook al die bij is,
Als die komt, dan doen ze het ook. Dan weet ze precies, heurt ze gewoon het afstappen van de fiets. Dan heurt ze nog wel wie er eraan komt. Dus ik ben wel stom, maar niet dom. U kunt ook met ze praten, hè? Ja, geweldig wel, ja. Moet maar zoppen. Woep! 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 Kom daar, jongens. Kom daar, jongens. Kom daar. Kom daar. Er loopt ook een geit bij, hè? Ja. Waar is dat voor? Dat is nog traditie van vroeger. Vroeger dan was er dan hadden de arbeiders allemaal geit voor de koffiemelk. En dan vroegen ze aan mijn grootvader of hij met de kudde mee mocht. En anders dan moesten ze ook die geit, die moesten ze dan wegbrengen naar een heideveld of naar een bosje of wat dan ook. En dat behoefden ze dan niet te doen, want die vrouwen die hadden wel werk met de kinderen, maar ze voor de school klaar te krijgen. En als ze dan de schapen weggingen, dan ging die melk, die geit weer eerst melken door die vrouw. En dan deden ze de koolas en dan stapte die geit zo met de kudde mee. Misschien wel een stuk of tien in zo'n dorp. En s'avonds, als dan mijn grootvader weer terugkwam met die schapen, dan scheiden die geiten, die scheiden er zo er weer af, zo in de eigen, naar de eigen hokje toe. Dat is alleen een traditie doen? Het is eigenlijk traditie, ja. Dat heeft geen betekenis daar. Wel, nee, dat zeggen ze wel eens voor gezondheid voor de dieren, maar nou, dat laten wij een beetje aan de laars. Zeg Ingrid, jij bent student biologie en misschien kan jij iets vertellen over de afkomst van deze schapen. Nou, deze schapen die zijn afkomstig van een gewoon Nederlands schaap, inheems. En die zijn dus gekruist met de Merino schaap uit Australië. Dat was toen de tijd om de wolkwaliteit te verbeteren. Ja. Maar er is dus niet veel uitgekomen, omdat men dat niet wetenschappelijk genoeg onderzocht heeft. Je moet eerst namelijk nagaan of wol de goede kwaliteit, of dat wel dominant is, overerfelijk is, of niet. Dan pas kan je gaan kruisen. Hoe zit het met die kudde? Het sociaal gedrag van zo'n kudde schapen, daar weet je ook iets van. Nou, er wordt dus gezegd dat de schapen, reeën en dergelijke, die hebben dan klieren, die hebben zulke reukklieren in de neus en die geven bepaalde geuren af. Die geuren die worden dan herkend door de soortgenoten en zodoende houden ze de groep bij elkaar als een kudde. Dat is dus een instinct en op een gegeven moment is dat aangeleerd en dan blijft dat ook zo. Wat zeg je van die hond? Dat is een prachtbeest. Hij geweldig, doet het echt, hè? Goed. Ja. Zit ook. Pas erop door. Haalt u ze eens een keer dichterbij nog, kan dat? Ja. Op met die vuist. Op met die vuist. Blijf op. Ah, bravo.
Curaçao zijn geen schapen? Weinig. Hier en daar vind je er enkele. Maar er zijn vooral veel geiten. Die lopen dus los rond. Of je hebt kudden die van mensen zijn. Maar er is op Curaçao geen heide wat de schapen altijd eten. En gras is er bijzonder weinig. Dus die geiten die moeten ook alleen maar papier en karton en dergelijke. Eten die dat? Ja, dat moeten ze eten. Er is niks anders. Als ze aan iemand toebehoren, geeft die persoon wel wat mais of zo. Maar ja, ja. Verder is er niks voor hen. Het is erg jammer, maar we gaan je wegbrengen naar een station in Emmen. Want je moet ons verlaten omdat je zo druk bent met de voorbereidingen voor je kandidaatsexamen. We gaan dus je op de trein zetten en ik wens je erg veel succes met dat examen. Dit is een emmerturfje, een chocoladespecialiteit uit Drenthe. De laatste lekkernij op de laatste route van de serieprogramma's over toeristische routes in Nederland. In de emmerbossen, Eddie neemt er ook een. In de emmerbossen nemen we afscheid van u, Eddie Oederhuizing Varma en ik. En we nemen afscheid van de Hondsrugroute. Tot ziens.